Zo, en luisteraars, ik blijf nog even vooral hangen hoor, want ik heb meneer Aklu nog eventjes tegenover me zitten. Dat was op verzoek van Jay Palatsing van Hart voor Suriname. Meneer Aklu, ik denk dat het handig is als u koptelefoon opzet, dan kunt u me wat beter horen. Okay. Ja, dank u wel. Meneer Aklu, welkom. Kunt u me even in kort vertellen, wie bent u precies en wat doet u allemaal? Mijn naam is Ranjan Aklu. Ik ben van huis uit kunstenaar. En momenteel heb ik een functie van secretaris bij Hart voor Suriname. U bent secretaris van Hart voor Suriname. Jawel. Waar staat? Ja, ik bedoel, ik hoef dat niet te vragen, Hart voor Suriname. Maar wat doen jullie allemaal als Hart voor Suriname? Ik weet wel wat een Hart voor Suriname is hoor. Maar. Nou, Hart voor Suriname is nu een organisatie, amper een jaartje oud. En wij zijn begonnen eigenlijk na de verkiezing. Was er een behoefte van wat gaan we nou doen om de regering van Suriname te ondersteunen. En je moet zo kunnen zien dat momenteel de regering van Suriname bestaat uit een coalitie van verschillende politieke partijen. Klopt, ja. En Nederland levert toch een bepaalde bijdrage. En de meeste mensen die in Hart voor Suriname in de organisatie zitten, zitten in Nederland. Dus we hebben toen gemeend van oké, we gaan niet onder een partij vlag opereren. We gaan als Surinamers, als diaspora, gezamenlijk met gevoel vooral, daarvoor staat het hart, want Oloba Kondre. Ja. Wij zijn niet in Suriname, wij zijn in Nederland. Gaan we proberen de regering, het volk van Suriname te ondersteunen. En dat mag dan zijn van ons kant het gevraagd advies. Ongevraagd advies en allerlei projecten. Momenteel bestaan we uit een meer dan 55-60% echte personen in de groep die zelf wat ideeën schrijven voor Suriname. En u heeft enkele personen vandaag gehoord. Ik dacht meneer Hiralal, ja, hij is onder andere zit ook in bij Hart voor Suriname. Er zijn ook andere mensen die ik dan eigenlijk nu niet ga benoemen, anders kan men zich overgeslagen voelen. Ja, ja. Maar we hebben de intentie eigenlijk Suriname op deze manier vanuit Nederland te ondersteunen. Ja, en wat ik heb begrepen hè, van Hart voor Suriname, ik zit zelf niet in de appgroep hoor. Ik heb dat gezegd, ik ben zelf al bezig met een beetje mijn deel van Hart voor Suriname hier vanuit de studio. Dat doet hij zeker goed. Dank u wel. Maar wat ik wel begrijp is dat jullie niet super zichtbaar zijn, maar wel 24 uur, 7 achter de schermen druk bezig zijn om die informatie met elkaar te delen, te brainstormen, netwerken. Het is een hele dagtaak erbij, naast je normale bestaan. Dat heb je goed gezegd, Ray. Suriname zit gewoon in ons. Ik denk met de meeste mensen, dat wij wonen hier, wij werken hier. Maar wij staan op met Suriname, we slapen met Suriname. Dus het zit gewoon in ons hart. Hè? Natuurlijk willen we zoveel doen. En constant zijn we bezig met elkaar te sparren, te praten. Van hoe kunnen wij eigenlijk het beloop in Suriname toch op een bepaalde manier positief gaan beïnvloeden. Ja. Ja. Dat is het hele idee erachter. Want politiek speelt in Suriname, maar wij willen niet met politiek bezig zijn. We willen met de ontwikkeling van Suriname bezig zijn. En natuurlijk heb je dan politiek nodig die je kan bijsturen. Want nou, daar wil ik even op terugkomen. Want wat ik ook nog eens een keer uniek vind, is dat in jullie appgroep weet ik dat daar ministers tussen zitten en regeringslieden. Wat ik vrij uniek vind. Krijgt u ook feedback terug van zeker, hen? Zeker. Zoals vandaag ook hebben bepaalde ministers ook gereageerd. Er zijn ook mensen in de appgroep die momenteel in Suriname zijn. En zij nemen ook bepaalde zaken waar in Suriname. En dan wordt er een feedback, een opmerking gemaakt in de appgroep. En de mensen natuurlijk, de ministers in dit geval, ze reageren erop. No. Dus dat is heel mooi, hè? Dus dat het directe lijnen zijn. En dat men dan ook weet dat wij niet zomaar iets schrijven. Toch? En wij vinden het ook heel fijn dat de ministers ook gewoon reageren. Nou, dat is heel fijn om te weten. En ook heel fijn om te weten dat jullie er zijn als Hart voor Suriname. Ja. En dat jullie dat in alle stilte, maar toch heel hartelijk doen. Hè, om het te benadrukken. Ja. Ik ga u daar heel veel succes mee wensen. Ja. En ik blijf jullie volgen. En alle ontwikkelingen, dat is namelijk mijn werk. Maar daarnaast wil ik u in de gelegenheid stellen om vandaag van de gelegenheid gebruik te maken om al uw collega's van de appgroep van Hart van Suriname een hart onder de riem te steken. Dus gaat uw gang.
Collega's van Hart voor Suriname heeft Ray gehoord, heeft Marinus B. gehoord, de DNA-voorzitter van de Republiek Suriname. En ik vind dat meneer B. ook heel prachtig heeft gesproken als Surinamer. Wij zijn allemaal Surinamers. Toevallig zijn wij onder de Nederlandse vlag. En ik wil al mijn collega's vragen gewoon hun best te blijven doen. Want Suriname heeft ons nodig. Nou, met die mooie woorden gaan we afsluiten, meneer Akloe. Ja. Want ik, wat ik heb begrepen ook natuurlijk is dat de voorzitter en natuurlijk de rest van het gezelschap ook weer verder moeten. Ja. Laten we afspreken dat in de toekomst dan wil ik wel vaker spreken met Hart voor Suriname. Zullen we doen. Ja? Ja. Succes met alles. Ja, dankjewel, Ray. Dankjewel, meneer Akloe.